Zo'n 240 judoka's kwamen het afgelopen weekend in actie tijdens het Special Needs Judo Weekend in Baarlo. Er werden 3 toernooien gehouden, het Open Nederlands Kampioenschap G-Judo en het Open Nederlands Kata Kampioenschap G-Judo. Bij alle 3 de toernooien kwamen judoka's op de mat met een verstandelijke, sociaal-emotionele of lichamelijke beperking. We hebben dit weekend hier 3 internationale toernooien en met de eerste 2 Open Nederlandse kampioenschappen geven wij de mensen in deze doelgroep de mogelijkheid om zich ook een keer te meten met mensen uit andere landen. En dat geeft deze mensen ontzettend veel voldoening. En dan de laatste dag organiseren wij het toernooi van de vereniging judo-vereniging Alcides Baarlo. En dan doen er judoka's mee uit alle 5 categorieën zoals wij dat noemen. Iedereen wordt dan ingedeeld op zijn eigen kunnen. Iedereen kan zijn eigen judo-beleving ervaren en wat heel belangrijk is, iedereen krijgt een prijs. Want als je hier meedoet, dan heb je al gewonnen. En vanmiddag is voor de eerste keer hier in Baarlo het eerste Open NK Kata G Judo. En daar kunnen we met elkaar denk ik ontzettend trots op zijn. En ik wil in ieder geval ook alvast mijn grote complimenten en waardering uitspreken aan iedereen van de Nederlandse Bond, de mensen van de G-sport, de bestuursleden hier van Alcides, allemaal een groot compliment maken voor wat jullie weer voor elkaar gekregen hebben. Een kata is een apart onderdeel binnen de judosport. In plaats van een 1 tegen 1 gevecht gaat het bij kata op de uitvoering. De deelnemers streden in pools, die werden ingedeeld op functionele klassificatie en niet op de grond van een beperking. En binnen Baarlo hebben we al heel wat ervaring met organiseren van dit soort toernooien. En daarom hebben wij op een gegeven moment van Judoband Nederland de uitnodiging gekregen om de Open Nederlandse kampioenschappen hier in Baarlo te organiseren. En dat doen wij elke 2 jaar, afwisselend met de club in Venray, die het dan in het andere jaar doet. Uit Nederland, België, Schotland, Engeland en zelfs Brazilië namen de judoka's deel aan het toernooi. Nou, bij ons is het de 2e keer, in 2014 waren ze ook bij ons. Via internationale en via Facebook en contacten zo krijg je er oren naar dat ze willen komen en dan ga je contacten leggen en dat heeft geleid dat ze in 2014 met 15 man hier waren en dit jaar met 9 judoka's, met 5 judoka's en 9 personen in totaal. Ja. Het was de 8e keer dat judovereniging Alcides het G-toernooi organiseerde.